Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik een watervalkaart maken. Ik gebruik hiervoor designpapier uit dit blok. Het is al een ouder blok van bij Action. En ik gebruik ook het zwarte papier uit dit blok. Hier zitten twee diktes in van papier. Ik denk 120 gram en 200 gram. Ja, ik neem dus een blad van 200 gram. Zo, dat is gewoon een A4'tje. En ik snijd dat af op 10,5 centimeter. Dat heb ik hier al gedaan. Dus, op 10,5 snijd ik het af. En ik vouw het dubbel. Ik had hier een vouwbeentje. Zo. Dat plooi ik gewoon dubbel. Dan neem ik uit dit blok. Ik heb hiervoor dit papier gebruikt. Snijd ik een stukje designpapier van 14,4 op 10 op 14,4. Zo, en dat kan ik hier al opplakken. Mooi in het midden. Zo. En dit mag dan al even aan de kant en kan het goed drogen. Dan heb ik een strook geknipt. Van 27 op 5 centimeter. Dit is nog wat gerafeld. Dus 27 op 5. En dat heb ik dan gerild. Ik zal mijn railplaat er even bij nemen. Ik heb het al gedaan, maar dan kan ik het jullie toch wel heel duidelijk tonen. Ik moet het wel juist leggen, Tine. Zo. Dat ril ik dan op 7. Op 9, op 11 en op 13 centimeter. Zeven, negen, elf en 13. En dan ga ik die vouwlijntjes heel goed plooien met mijn vouwbeentje, zodat die plooien daar heel goed in staan, want dat is wel eigenlijk heel belangrijk. Van mijn snijlat begint te rafelen, ik denk dat ik een nieuw mesje nodig heb. Goed, dus dat is ook klaar. Dan heb ik ook nog een strookje van 10 op 2 centimeter. Ik ga de rafeltjes er toch een beetje afknippen. Zo.
10 op 2. Dan heb ik nodig 4 vierkantjes van 7 op 7 centimeter. 4. En hier komt dan overal een afbeelding op. Je kan natuurlijk kiezen voor gewoon een stukje wit kaartkarton erop te plakken en het dan te bestempelen en in te kleuren. Maar ik heb nu als voorbeeldje hier 4 afbeeldingen uitgesneden uit. Oeps, alles valt hier ondertussen om. Uit dit blok. Nu, als je zelf afbeeldingen uitsnijdt, dit is dus 7 op 7, dan zou ik een papiertje nemen van 6,5 op 6,5. Deze zijn 6 op 6, dus ik ga hier een veel breder randje hebben. Zie je? Maar ik vond die afbeeldingen nog wel leuk om hierop te gebruiken. Dus ik heb de, ik zal die stonen. Deze afbeeldingen gebruikt. Ik heb die gewoon uitgeknipt. Die zijn 6 op 6. Dus maar zoals ik al zei, als je zelf afbeeldingen, andere afbeeldingen uitknipt of het gaat stempelen, dan zou ik het 6,5 op 6,5 doen. Dan heb je een iets dunner randje langs de zijkantjes. Dat vind ik persoonlijk toch wel ietske mooier. Maar het moet niet natuurlijk. Het is ook naar eigen smaak. Hè? En dan kan ik mijn kaart eigenlijk al in elkaar gaan zetten. Dit is precies een beetje scheef geknipt. Ja, ik ga dat wat rechter maken. Zo. Even zien naar welke kant, want ik zag het als ik het hier oplegde. Hier. Een beetje scheef uitgeknipt. Zo. Dus dan nemen we terug dit erbij. En dan komt dit zo in het midden. Nee, ik ga eerst mijn afbeeldingen al hierop plakken. Dat is wat handiger dat ik dat eerst doe. Ik zal die raffertjes. Oh. En de laatste keer dat ik op de beurs was, heb ik echt achter die mesjes aan het zoeken geweest voor mijn snijlat. Maar ik had ze nergens gevonden. Dus ik ga al mijn afbeeldingen al op mijn achtergrondpapiertjes plakken. Zo. Dit is ook weer een kaart die je voor allerlei doeleinden kan gebruiken. Hè. Even kijken welke kant ik ga gebruiken. Ja. Het is een heel leuke kaart en eens je weet hoe het in elkaar moet, is het zo gemakkelijk om te maken. Zo. Wat ik ook ga doen, dus dat komt zo, dat is hier een gaatje in ponsen, want daar komt dan een touwtje in waar je dan kan aantrekken om je watervalkaart te bewegen. Maar eerst knip ik hier een klein hoekje af en om aan de andere kant het helemaal hetzelfde te hebben, leg ik dat daar op en zo. Dan heb ik het aan
beide kanten gelijk. Eventjes een gaatjestang. En dan zien dat het mooi in het midden is. Zo, een gaatje erin. Dus de lange zijde komt dan hier. Ik zorg dat dat mooi in het midden is, dat ik hier twee evenwijdige stukken heb. Dit strookje komt hier. Dus dat ga ik hier plakken. En ik plak, ik doe alleen lijm aan de onder- en de bovenkant. Dus ja, dan mag je eigenlijk eventjes dus zo kijken, ongeveer hier zo. Ik zal dat direct eens meten, hoe ver dat, dat van de boord is. Dat is dus ongeveer een 2,5 centimeter van de rand. Ik ga even wachten tot het goed droog is. En dan schuif ik dat daar terug onder. Zo. En dan ga ik mijn eerste afbeelding hierop plakken. Nu ja, dan mag ik daar even terug onderuit. Kan dat, ops. Kan dat ook zo doen. Hou er rekening mee wat je eerst plakt, komt onderaan. Dus ik wil die tekst vooraan, zo, mijn waterval. Dus die moet ik als laatste plakken. Dus ik plak eerst deze. Nu, je ziet, je hebt je vouwlijn, dat moet daar echt zo tegen. Niet op de vouw, want dan plooit het niet goed, maar net langs je vouwlijn moet je dit dan plakken. Dus, ik doe hier lijm op. Even kijken. Ja. Even zien dat ik juist ben. Hè. Zo, zien dat ik het in de juiste richting plak. Dus ja, deze komt dan als laatste. En dus echt zo een klein stukje van de rand. En zien dat het zo wat mooi in het midden is. Dus dat het hier en daar gelijk is. Ja. Dan mijn volgende. Plak ik hierop, maar ook weer zo net niet op de vouwlijn. Dus dan doe ik hier lijm op. En ik zorg dat boven en onderaan mijn afbeelding ook gelijk is. Hè? Zo. Dan wil ik terug deze. Ook weer hier gewoon lijm op. Van de rand afblijven. Zo. Ook van die vouwlijn afblijven. Nog mijn bloemetje. Ja, die ga ik zo plakken. Ook weer van de vouwlijn wegblijven. En dan zien dat het hier bovenaan onderaan mooi gelijk is. En dan mijn laatste is met de tekst. En die komt dan hier zo. En dan schuif ik dit weer terug onder. En dat komt dan zo. Nu ga ik eerst hier een touwtje doorhalen, zodat het makkelijker is. Want als ik het al vastplak, gaat het iets moeilijker zijn. Dus nu ga ik eerst zien voor een lintje of een touwtje. En ik ga iets wit nemen. Zo. Ik heb hier nog dit liggen.
kijken hoe lang ik dat wil. Je moet natuurlijk wel zien dat dit gelijk met je kaar blijft en dat dat daar niet zo uitsteekt, want anders raakt dat niet meer in een envelop, hè. Dus dit past perfect in een envelop. Dus ik wil dat ongeveer zo. En dan maak ik hier gewoon een knoopje in. En voilà. Dan kijk ik terug dat het mooi in het midden is. Dat ik van boven en onderaan. Ik doe dat altijd op het zicht, hè. Evenveel. Alleen dat de afstand even groot is. Zo. Ik hou dit hier vast en ik draai mijn kaartjes naar die kant. En dan doe ik hier lijm op. Op dit reepje. Hier zo. En dus zien dat het mooi recht is. En dan vouw ik alles naar die kant. Even zo checken. Want die lijm plakt goed, hè, als het vast zit. En dan plak ik dit hier gewoon zo vast. Misschien iets naar boven. Zo, en goed aanduwen. En dan wacht ik wel eventjes, want het moet echt goed vastzitten voordat ik er ga aan trekken, anders trekt je alles stuk. Wat ik ondertussen ga doen, is een blaadje op maat snijden voor hier in het, allez, in mijn kaart te plakken waar ik kan op schrijven. Ik heb hier nog een stukje liggen. Oeps. En dat doe ik zoals altijd ook weer op het zicht. Dus ik doe dat hier op 14. Op 9,5 doe ik het. Ja, zo. Mijn snijlat erbij nemen. Dus ik had gezegd op 14. Dat plak ik dan aan de binnenzijde. Zo, eventjes nog mijn potlood weggooien. Zo. En daar kan je dan je boodschapje opschrijven, hè. En zoals ik al zei, dat is een kaart waar je ook weer heel veel kanten... Oeh, dat is niet mooi. In het midden. Zeg het, dat plakt direct goed vast, die lijmen. Zo.
Dat is beter. En voilà. Voor geboorte, verjaardag. Kan je echt alle kanten mee uit. En voilà. Eventjes mijn lijm dicht doen. Oeps. En de kaart is klaar. En dan trek je hier aan. En dat is mijn watervalkaart. Voilà. Je kan die ook in die richting maken. Dan hoef je zomaar te trekken. Dat gaat ook heel goed. Nou, ik durf nog niet doortrekken, want ik denk dat het nog niet echt 100% droog is. Maar ik heb ze nu in de lengte gemaakt. En ik heb precies een heel klein beetje scheef geplakt. Nu, ik moet zeggen, als je ze in deze richting maakt, dus de afbeeldingen in die richting plakt, dit is wel iets makkelijker om het in beweging te brengen dan dat je het zo doet, hè. Want dan heb je hier je vinger en dan... Maar zo gaat dat ook. Et voilà. Ik zeg het, eens je weet hoe het moet. Heel plezant om te maken. Zo gemakkelijk. Kan je ook gebruiken voor in een scrapalbum. Dan kan je daar fotootjes op plakken in de plaats van afbeeldingen. En natuurlijk kan je eventueel ook nog aan de achterkant hier een designpapiertje of een patroonpapiertje plakken. Maar ik vond dat dat nu niet hoeft. Zo, en dan aan gepaste enveloppen bij, zwart, wit, maakt niet uit. En past er perfect in. Zo. Hopelijk heb ik jullie weer wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken. En tot de volgende keer. Dag.